Oktober 2015, dit is Geverik richting Beek. Het is gefilmd met de LG Optimus 3D. We rijden zo meteen langs het zogenaamde Kelmonderbos. Het is waar de as van mijn vader is uitgestrooid geworden. In november alweer 5 jaar dood is. In de jaren is hier ook van alles veranderd. Er zijn veel bomen gekapt. Hier vooral aan de rand stonden in de buurt van de weg waar ik nu op rijd. Gehalte wat radioactief is, ligt hier 2,5 keer zo hoog als het landelijke gemiddelde. Gelukkig zijn er nog redelijk veel bomen die zorgen voor wat betere lucht.